iedereen is wel ergens helemaal gek van. Van zorg tot beauty, van recreatie tot wonen, van mobiliteit tot alles voor het gezin. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of wij zijn er helemaal gek van. Iedere week duiken wij in een nieuw onderwerp en vertellen we je alle ins en outs die jij moet weten. Welkom bij Helemaal Gek Van. Mensheid heeft zich altijd al bezig gehouden met het verfraaien van hun uiterlijk. Zo de oud-Egyptenaren die gebruikten make-up om hun ogen te accentueren. En in de middeleeuwen was juist een wit gezicht het ideaalbeeld. Wij gingen naar de Beauty Trade Special Beurs in de jaarbeurs om te kijken wat de schoonheidsidealen van nu zijn. Niet iedereen is gezegend met mooie nagels. Bij stress wil ik er nog wel eens op bijten. Gelukkig bestaat er zoiets als kunstnagels en nail art. Er zijn inmiddels al veel artiesten die de mooiste nagels kunnen creëren. Op deze mooie creaties laat je het wel om te bijten. Wat er allemaal mogelijk is, vertelt Janetta Wouters van Urban Nails. In de nagelbranche zijn onwijs veel technieken. We hebben kunstnagelsystemen die op natuurlijke nagels geplaatst kunnen worden, maar ook gel polish, een veredelde nagellaksoort. Daarop kunnen we weer glittertjes toevoegen, folie, leuke designs met penseel, met verf, bloemetjes en vooral in het voorjaar heel mooi. Er zijn onwijs veel ontwikkelingen nog gaande. Er blijven steeds meer nieuwe technieken uitgevonden worden door de nagelbranche. Wat in de nagelbranche heel erg opvalt is dat de nagelstylist zich steeds meer ontwikkelt tot kunstenares. Doordat ze zich steeds meer ontwikkelen op het gebied van educatie, workshops volgen, lessen volgen en steeds meer designs op de nagels gaan maken. Wat ik belangrijk vind aan een merk om mee te werken is prijs-kwaliteit verhouding. De kwaliteit van het product, dat ik hoogwaardige kwaliteit kan verwerken in mijn salon, waardoor de klant 4 weken lang mooie nagels heeft. En de sfeer vind ik heel erg bepalend binnen het merk, dat ik me er prettig voel. Ook een breed assortiment vind ik heel erg belangrijk. Een breed scala aan aanbod aan producten. Het is van essentieel belang dat de regering ons vak gaat erkennen als officieel vak. Het kaf van het koren moet gescheiden worden. En wij als professionals verdienen die erkenning ook vanuit de regering. De nagelbranche maakt veelvuldig gebruik van social media. Facebook, Instagram, Pinterest. En ook de YouTube tutorials, video tutorials, zijn heel erg populair. Wenkbrauwen zie je in vele vormen en is tegenwoordig een big thing onder de vrouwen. Hoe krijg je ze passend bij jezelf? Lisette Verwoerd van de Brow Bars vertelt het ons. Het verschil tussen een brouwstyliste en de schoonheidsspecialiste is dat er bij een wenkbrauwbehandeling van de brouwstyliste wordt er veel meer ingegaan op de wenkbrauwen zelf. Dus je hebt veel meer de tijd eigenlijk nodig voor de wenkbrauwen echt zelf om die te perfectioneren. Als brouwstyliste ga je te werk door allereerst de wenkbrauwen te shapen. En daarna worden de wenkbrauwen geverfd. Daarna worden de wenkbrauwen geharst. Als de wenkbrauwen geharst zijn, worden ze ook nog geëpileerd om alle haartjes weg te krijgen, zodat ze helemaal strak zijn. En daarna worden de wenkbrauwen nog bijgetekend met brouwmake-up. Wenkbrauwen zijn heel belangrijk, omdat het sowieso de gezichtsuitdrukking bepaalt. En als eerste let je eigenlijk meteen op de wenkbrauwen van iemand. Een laserapparaat voor ontharen is handig met de zomer voor de deur. Het aanschaffen voor ondernemers kan lastig zijn. Daarom is lease een goede oplossing. Nidan China van Vitalease vertelt ons meer. Door het aanbieden van een leaseconstructie voor verschillende type apparatuur wat in de beautybranche gebruikt wordt, worden dat soort apparaten veel toegankelijker voor verschillende, vooral kleinere ondernemers, waardoor behandelingen door veel meer ondernemers aangeboden kunnen worden en de prijs gedrukt wordt voor zowel de consument als de ondernemer.
De apparatuur die geleased wordt, daaraan wordt vaak gedacht aan de apparatuur in het wat hogere segment. Dan hebben we het over IPL-apparaten, huidlaserapparatuur, laseronthalingsapparatuur. En dat wordt ook vaak aangeboden, inclusief marketing support, waardoor een compleet pakket aangeboden wordt en de ondernemer compleet ontzorgd wordt. En wat eveneens gewoon maandelijks opzegbaar is. Een leaseconstructie brengt een geweldige oplossing voor zowel starters als de wat langer bestaande ondernemers die willen uitbreiden, waardoor het toegankelijk wordt voor zowel de klanten als de consumenten. Jezelf verwennen met een dag in een wellnesscentra of bij schoonheidsspecialist kan je helemaal doen herleven. Met de juiste producten helemaal. Ineke Vollemans van Sotheby's vertelt ons meer. Er wordt met pure producten uit de tuin gewerkt omdat dat het beste resultaat geeft voor een stralende huid. Er zijn sinds 40 jaar alleen maar proeven op mensen, op personen en in vitro en niet op dieren. En er zijn ecologische verpakkingen. Dit soort producten is geschikt voor zowel vrouwen als mannen en voor elk huidtype. Al na één keer ziet men prachtig resultaat. Na een botulinetoxine-injectie en een chirurgische ingreep zijn er cosmeceutische behandelingen. Het is te vinden in 15.000 hotels, spa's, wellnesscenters en bij erkende schoonheidsspecialisten. Soms sport je je helemaal rot, maar wilt het vet rondom bijvoorbeeld je buik maar niet verdwijnen. Herkenbaar? TCS International heeft hiervoor een apparaat ontwikkeld. Dit apparaat maakt gebruik van contrastcryolipolyse. Deze behandelmethode is tot maar liefst 75% effectiever dan reguliere vetbevriesmethodes. Tanja Vinken van Aqua vertelt ons meer over deze manier van het verwijderen van ongewenst vet. Contrastcryolipolyse is een manier om ongewenst vet kwijt te raken. Op een veilige manier wordt je lichaam gekoeld tot 6 graden. Door de therapie, de koude en warmte wisselbare therapie, je hormonen aanwakkert in je lichaam die dat op gang brengen. Krijgen we de bruine vetcellen, die worden dan verbrand als het ware. De witte vetcellen die we hebben, die worden ook aangezet om zich om te zetten in bruine vetcellen. Waardoor deze verbranden kunnen. Waardoor wij dus effectief vet kwijtraken op de plekken waar we dat willen. De behandeling begint altijd met een intakegesprek. Waarin alle waardes even worden besproken met iedereen, zodat ze weten wat er verwacht wordt. Dan begint de behandeling van 55 minuten. 3x 15 minuten op een veilige 6 graden koud. 2x comfortabel tussendoor, even 41 graden. Over het algemeen hebben mensen 3 behandelingen nodig voor een gewenst resultaat. De voordelen van deze manier van vet verwijderen zijn dat er is wetenschappelijk aangetoond dat dit effectiever is dan vet bevriezen. Er worden grote wraps gebruikt, waardoor je grote delen van het lichaam kunt behandelen in één keer en een egaal effect krijgt met een ideale pasvorm. Dus deze manier van cryolipolyse is makkelijk, pijnloos en effectief. En is eigenlijk een ideale manier om te zorgen dat je je ongewenste vet laat verwijderen. Ouder worden we allemaal. Alleen de rimpels die erbij komen, willen we liever niet. Silken FaceTight is een nieuwe oplossing in de strijd tegen rimpels. Mariska, een ervaren gebruikster, vertelt ons meer. Rond mijn 35ste begonnen de rimpels te ontstaan. En die werden gewoon steeds dieper. Op het schoolplein zeiden ze af en toe tegen me, wat zie jij er vermoeid uit? Ja, ik vind dat gewoon pijnlijk. Ik heb echt alles geprobeerd. Crèmes, peelings, andere make-up, niks hielp. Plastische chirurgie, dat is gewoon niks voor mij. En dat chemische goedje van botox en dat in je gezicht, ja, dat vind ik gewoon eng. Totdat ik van dit apparaat hoorde op televisie. Ik was hier in eerste instantie heel sceptisch over. Het klonk gewoon te mooi om waar te zijn. Een apparaat dat je huid verjongt en wat je gewoon thuis kan gebruiken. Ik had er nog nooit van gehoord. Na
een aantal weken zag ik al echt verschil. Na 10 weken, mijn huid wordt alleen maar mooier. De spankracht neemt toe, het is steviger. Ik zie er gewoon gezonder uit. Ik gebruik het samen met het hyaluron serum. En de combinatie van het apparaat en het serum is echt geweldig. Je ziet gelijk een verjongend effect op de huid. Dat geeft me echt een enorme oppepper voor als ik naar een feestje ga. Dit apparaat werkt met de technologie die ze ook in klinieken gebruiken. Het werkt bijvoorbeeld met rood ledlicht en warmte-energie die beschadigd weefsel in de huid opsporen. De warmte gaat dan door de huid en zorgt ervoor dat de cellen zich gaan vernieuwen. Hierdoor herstelt de huid zichzelf van binnenuit. Aan de buitenkant zie je dat de rimpels verminderen. De huid wordt als het ware gelift. In klinieken zijn deze behandelingen zeer prijzig. Maar ik kan het gelukkig thuis doen, in de tijd die mij uitkomt. Ja, het voelt in wezen als een facelift, omdat je huid verstevigd en gelift wordt. Maar dan zonder operatie. Ik heb foto's gemaakt en je ziet duidelijk verschil. Mijn rimpels zijn vervaagd en mijn huid ziet er gewoon strakker uit. Dit resultaat heb ik nog nooit met een anti-rimpelcreme voor elkaar kunnen krijgen. Sterker nog, ik krijg allemaal complimenten over mijn huid. Ben je op vakantie geweest? Wat zie je er ontspannen uit? Maar de leukste tot nu toe vind ik nog dat ze me 10 jaar jonger schatten. Dat is toch geweldig. Zonder operaties er weer fris en jong uitzien. Het kan echt. Het is tijd om er even tussenuit te gaan, maar na de break zijn we terug met nog meer beauty. Tot zo! Welkom terug bij Helemaal Gek Van. Lachen is goed, gezond en het laat je stralen. En daarom is het belangrijk om je gebit goed te verzorgen. Bij Silk-In kunnen ze daar alles over vertellen. Externe factoren, zoals eten en drinken en het slecht onderhouden van de tanden, kunnen leiden tot hardnekkige onzuiverheden of ongemakken, zoals ontstoken tandvlees. Dit kan je onzeker maken, zeker wanneer je last hebt van vlekken, verkleuringen en tandsteen. Maar nu is dat verleden tijd. Door een nieuwe, revolutionaire uitvinding, tandarts Bashir Shatlo vertelt ons meer over Silk-In Toothwave. Een elektrische tandenborstel die het gebit op een geheel nieuwe manier reinigt. Als tandarts kom ik in de praktijk veel verschillende gebitten tegen. De ene is beter onderhouden dan de andere. De patiënt kan zelf veel doen om zijn gebit goed te verzorgen. Maar als het om hardnekkige onzuiverheden gaat, kan de patiënt dit niet zelf verwijderen. Tandsteen is bijvoorbeeld zeer hard en dat krijg je met een normale elektrische tandenborstel niet weg. En daarvoor is professionele apparatuur van de mondhygiënist of de tandarts nodig. De elektrische tandenborstel verwijdert daarentegen niet alleen plak, maar het is ook klinisch bewezen dat vlekken en hardnekkige verkleuringen verwijderd worden. Daarnaast blijkt dat na 6 weken al tandsteen wordt verwijderd tot 63%, de tanden witter worden tot 80% en de tandvleesontsteking tot 72% verminderd wordt. Ik ben met een aantal patiënten het apparaat gaan testen en ik moet concluderen dat ik over het resultaat positief verrast ben. Nadat de patiënten het 4 weken hadden gebruikt, zag je al een duidelijk verschil. Het gebit was schoner, hardnekkige onzuiverheden waren verminderd en het tandvlees zag er gezonder uit. In de tandheelkunde kan je dit gerust een unicum noemen. De elektrische tandenborstel doet wat het belooft. Door de technologie wordt het gebit op een heel nieuwe manier schoongemaakt. Simpel gezegd moet je het zo zien dat onzuiverheden zoals tandsteen zich vasthechten aan tanden door middel van sterke moleculaire verbindingen. De technologie van de tandenborstel zorgt er met radiofrequentiegolven voor dat deze verbindingen zich losmaken van het tandoppervlak, zelfs tot onder de tandvleesrand. Hierdoor kunnen hardnekkige vlekken, verkleuringen en zelfs tandsteen worden verwijderd. Vervolgens zorgen nieuwe moleculen uit water en tandpasta ervoor dat er een beschermde laag wordt gevormd, waarmee wordt voorkomen dat onzuiverheden zich opnieuw vasthechten. Ik vind het een geweldige nieuwe uitvinding. Ik had van die aanslag op mijn tanden en dan werden van die bruine vlekjes die dan werden steeds donkerder door het drinken van wijn en koffie. Ik was me erg van bewust,
Dus ik deed heel vaak, als ik dan lachte, dan deed ik zo mijn hand voor mijn mond. Ik poetste 2 keer per dag mijn tanden. Ik gebruikte mondwater, ik floste mijn tanden. Maar de bruine vlekjes werden niet zichtbaar minder. Totdat ik dit ben gaan gebruiken. Na elke poetsbeurt voelde mijn mond frisser en zagen mijn tanden er schoner uit. Ik heb nu weer een stralende lach, zonder dat ik er iets extra voor hoef te doen. Dus ja, ik ben er erg blij mee. De technologie is klinisch bewezen en veilig. Het zorgt niet alleen voor wittere en schonere tanden, maar het verbetert ook de algehele mondgezondheid. Tandartsen streven naar het behouden van een gezond en mooi gebit. Bij Caroline zag het er keurig netjes uit en dat zie ik graag. Wanneer je onzeker over je uiterlijk bent, kan dit een belemmering geven in je dagelijkse leven. Soms kan je dit zelf oplossen middels een dieet, sporten en je mindset veranderen. En soms kan je het helaas niet zelf oplossen. Denk aan oogleden die hangen en het zicht belemmeren of de haargrens die steeds verder naar achter gaat. Gelukkig kunnen ze bij Dutch Clinic hier wat aan doen. Zij laten ons zien wat de mogelijkheden zijn. Het verschil tussen Turkije en Nederland is eigenlijk dat er in Turkije een dusdanige expertise is op het gebied van cosmetische chirurgie. Dat we daar graag mensen voor doorverwijzen. Voor veel behandelingen, zeker een aantal behandelingen die misschien wat minder ingrijpend, kleine behandelingen zijn, kun je natuurlijk beter in Nederland uitvoeren omwille van het reizen. De verschillende disciplines in de kliniek omvatten bijvoorbeeld haartransplantaties, ooglaseren, spataderen is bijvoorbeeld ook een van de disciplines, huidveredeling of huidverbetering, bijvoorbeeld door middel van lasertechnologie. En daarnaast zijn er ook mogelijkheden om intakes, consulten te doen voor cosmetische ingrepen die bijvoorbeeld in het buitenland in Turkije plaatsvinden. Het is belangrijk dat de mensen eerst in Nederland een goed consult krijgen, zodat we de artsen in Turkije goed kunnen vertellen waar ze op moeten letten, zodat de mensen daar een goede en een adequate behandeling kunnen krijgen. Bij een haartransplantatie is het verstandig om eerst op internet te kijken, een goede vragenlijst te maken voordat je bij een consult terechtkomt. Het is heel belangrijk om tijdens de consult dat mensen al hun vragen kunnen vrijblijvend vragen. Tijdens de consult wordt de voorzorg, de behandeldag en de nazorg met de patiënt besproken. Wanneer we de stappenplan hebben besproken, dan gaan we de beleiding tekenen. Dan kijken we of de patiënt het ook wenselijk vindt. En als het allemaal goed is, dan gaan we over tot de behandelprocedure. De meeste mensen denken dat je helemaal geschoren moet worden, maar dat is niet altijd het geval. Soms kunnen we het oplossen met elastiekjes. Een graft is een haarzakje. Een haarzakje kan bestaan uit 1, 2 of 3 haartjes. Dat wordt ook wel de follicle genoemd. We halen van de achterzijde de grafts 1 voor 1 eruit en afhankelijk van de wens van de patiënt worden op de plek getransplanteerd. De voordelen van de haartransplantatie is natuurlijk dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Mensen willen graag tegenwoordig fris en jong uitzien en dat kan men bijvoorbeeld doen door een haartransplantatie te ondergaan. Het is mogelijk om bij veel mensen een haartransplantatie uit te voeren. Echter, we moeten altijd kijken naar bepaalde contra-indicaties. Bijvoorbeeld auto-immuunziekte of een bepaalde vorm van diabetes. Die dan helaas een haartransplantatie uit kunnen sluiten. Heb jij ook altijd al gedroomd van een volle bos haar? Door deze methode kan je weer zelfverzekerd door het leven. Dankzij duidelijke voorlichting, hoogwaardige kwaliteit van de behandeling en een goede nazorg hoef jij je nergens anders meer zorgen over te maken. Behalve over met welke haarborstel jij jouw mooie koep kunt bijhouden. Iedereen heeft wel behoefte aan een dagje ontspanning. Of het nou thuis in bad is met een kop thee of in een wellnesscenter. Maar als jij overal kalkaanslag ziet, dan is je ontspanning ver te zoeken. Tenminste, ik denk dan meteen aan schoonmaken. Ik heb een afspraak met Giulio, want hij is van waterontharder.com en heeft de oplossing. Hoi. Hoi, jij hebt mij uitgenodigd hier bij dit wellness center. Het ziet er prachtig uit. Ja, mooi hè? Ja, maar jij weet alles van waterontharden. Ja. Waarom is het hier zo belangrijk? Nou ja, je komt hier natuurlijk om te ontspannen en te relaxen.
En dat is gewoon, ja, als je dan tegen die lelijke kalkvlekken, zeg maar, tegen de muren en alles aan zit te kijken en op de kraan en zo. Ja, daar word je niet echt ontspannen van natuurlijk. Nee, nou, ik wil het wel eens eventjes zien hier. Nou, laten we een kijkje gaan nemen, toch? Ja. Kom. Julio, lekker hier de hele dag in het zwembad hangen, sauna, alles is natuurlijk zalig. Maar water waar veel kalk in zit, dat heeft natuurlijk nadelen. Ja, dat heeft zeker nadelen, bijvoorbeeld voor je huid, hè? Want kalk droogt de huid uit. En daardoor, als je dus een gevoelige huid hebt, ja, dan kun je daar heel veel last van hebben natuurlijk. Omdat die kalk gaat neerslaan op je huid en op je kleding en dat gaat irriteren. En daarnaast ook voor je haar, dat wordt veel zachter. En je hebt daardoor minder shampoo en conditioner nodig. Oh, nou, dat is wel een heel goed voordeel natuurlijk. Ja. Maar hier in een wellness, wat zijn nou echt plekken waar je veel kalk vindt? Nou ja, kijk hier het zwembad, maar ook kranen en zeg maar daardoor de waterval. Maar ook eigenlijk waar je helemaal niet aan denkt, zoals de machines en apparatuur die dus dit water allemaal opwarmen. Omdat dus juist bij verwarming van water al die kalk ontstaat. Dus die machines die verkalken ook allemaal en dat is ook belangrijk om die te beschermen. Oh ja, logisch. Dan zullen we even verder gaan kijken. Dat is hier wel mooi, hè? Ja, goed idee. Heel mooi. Julio, je had het over apparaten, maar dat geldt dus voor bij mij thuis ook. Ja, ook voor jou thuis natuurlijk, omdat je daar ook overal water gebruikt. Dus bijvoorbeeld voor je wasmachine en een cv-installatie is het natuurlijk gewoon belangrijk dat je die beschermt tegen kalk, zodat ze langer meegaan en minder energie verbruiken. En denk natuurlijk ook aan lelijke kalkvlekken op bijvoorbeeld de tegels en de glazen douchewand, de kranen en in je waterkoker. Ja, maar zo'n waterontharder, hè? Dat installeren, is dat heel ingewikkeld? Moet daar iemand voor thuis komen? Nee, dat is super simpel. Ja, als je het bestelt, heb je het volgende dag in huis. Mm-hmm. En iedereen kan het. Zelfs als je twee linkerhanden hebt, is het een eitje. Oh, wat fijn. Maar en heeft het eigenlijk nog meer voordelen? Dan bedoel ik eigenlijk financieel gezien. Ja, zeker. Omdat je dus niet meer zoveel kalk hebt. Gebruik je veel minder chemische reinigingsmiddelen om dat allemaal weg te krijgen. Ja. Ja, je apparatuur verbruikt minder energie en gaat langer mee. En dat alles bij elkaar kun je toch wel een paar honderd euro per jaar besparen. Maar en het is dus beter voor het milieu. Ja, het is zeker beter voor het milieu inderdaad. Omdat je dus inderdaad minder van die chemische reinigingsmiddelen gebruikt. En natuurlijk je apparatuur niet weggooit en ook minder energie verbruikt, zeg maar, door die kalk. Ik zie alleen maar voordelen. Ja. Bij een wellnesscenter kijken we meestal naar de buitenkant en de inrichting. Dat hieronder een weerwar aan leidingen is die ook onze aandacht nodig hebben, vergeten we wel eens. Nu kunnen we zorgen dat deze ook goed onderhouden worden en we van de apparaten in het wellnesscenter kunnen genieten. Dit was helemaal gek van. Leuk dat je hebt gekeken. En wil je nou meer weten? Ga dan even naar onze website. Tot volgende week, want dan zijn wij helemaal gek van recreatie en amusement.